Hallo, ik ben dokter Frode Gijmans. In deze korte video bespreken we botulinumtoxine. Ja, wat is botulinumtoxine nou nu precies? Botulinumtoxine is een stofje, is een eiwit, wat ervoor zorgt dat de beweging van de spieren tijdelijk stopt. Nou, hoe doet hij dat? Je hebt een zenuw en die komt aan in de spier. En dat is een synaps die zorgt... En wat is een synaps? Een synaps is eigenlijk het uiteinde van de zenuw. En die zorgt voor de overdracht van de prikkel van de zenuw in de spier. Nou, dus dat uiteinde wordt geblokkeerd. En daardoor wordt het stofje acetylcholine wordt niet meer afgegeven en kan de spier eigenlijk niet meer samentrekken. Dus wat er gebeurt is, die synaps wordt geblokkeerd. Vervolgens kan je hem niet meer gebruiken. Maar na 3 tot 4 maanden komt de werking weer terug. Nou, hoe dat dan komt is dat die zenuw die gaat sprouting doen. En sprouting is? De sprouting houdt in dat de zenuw weer op zoek gaat naar de spier. Nou, dat doet hij dan 3 tot 4 maanden over, zodat hij daarna de spier weer kan laten bewegen. Ja. Botulinumtoxine is een ingewikkelde stof. Wilt u meer informatie over hebben? Kijk dan vooral rond op internet. Wikipedia heeft heel veel informatie erover. Op onze eigen website kunt u ook meer informatie over vinden.